Lekker meer, hè? Een beetje te wandelen. Het is zo enig hier, hè? Zo oud. Dat zijn huizen uit de Gouden Eeuw, wist je dat, Berend? Ja, ze zijn heel oud, ja. Kijk eens, wat prachtig, hè? Zo'n tuingeveltje, wat snoezig. Ja, zeg, zullen ze even wat gaan drinken? Cafeetje opzoeken. Het is ook helemaal scheef gezakt, hè? Zie je dat? Wat jammer, hè? Ja, erg jammer. Zeg, en die vensteromlijstingen zijn ook mooi, hè? En kijk, een klokgeveltje met ornamenten. Ja, ik heb dorst zo weer. Eens kijken, kijk daar, Berend, kijk, een verhoogde halsgevel. Wat prachtig, hè? Ja, prachtig. En zeg, zie je daar dat schattige geveltopje? En die pilastertjes eronder, wat beeldig. Ja. Zeg, en hier die halsgevel met Eu de Buff. Wat prachtig, hè? Zeg, en daar verderop, dat is een hele Louis XVI gevel. Heb je dat gezien? Ja. Is ook al helemaal scheef gezakt, hè? Ah, wat sneu. Dat heeft natuurlijk zoveel mensen moeten dragen in al die eeuwen, hè? Zeg, ik zie daar een heel leuk café. Laten we even... Oh, als zo'n oud pandje nou eens zou kunnen verhalen, hè? Over wat het allemaal meegemaakt heeft, hè? In al die jaren. Want dit zijn de oude stadswallen, hè, hier. Ja, de stadswallen. De walletjes, de rosse buurt. Met dat water ook, hè, Berend. Die grachtjes, wat beeldig, ja, hè? Beeldig. De hoerenbuurt. En die bruggetjes eroverheen, dat is toch ook lief, hè? Zo'n ijzeren bruggetje, zo helemaal in stijl. Ja, en hier heb je nou een sexshop. Eens kijken, een enorme dildo. Snoezig, zegt die trapgeveltjes ook, hè? En dat versierde portiek is ook een kunststukje, zeg. En dat zet zich door in dat stoephek. Wat prachtig. Kijk, en daarachter dat raam, dat is nou een hoer. Leuk, hè? En die schattige raampjes, zegt Berend. Wat lief. Nog helemaal in de oude stijl. Jezus, wat een geil wijf, zeg. Potverdorie. Ik geef hem naar binnen, hoor. Wat leuk, hè, Berend, hier, die raampjes. Berend? Berend, waar ben je nou? Berend? Oeh, Berend? Berend, waar ben je? Goedemorgen, mevrouw. Lekker weer, hè? Nou, het is mijn soort weer niet, maar wat moet u? Heeft u behoefte aan gezelschap, mevrouw? Gezelschap? Ja, op vier of op twee poten. Ik begrijp niet wat u bedoelt. Wij hebben op het ogenblik diverse gezelschapsdieren voor u in de aanbieding, mevrouw. Allemaal verse aanvoer. Oh, en wat is dat dan? Nou, we hebben dus hele mooie vogelbekdieren. Hele prachtige rupsen. De aardvarkens zijn heel aantrekkelijk geprijsd. De fret, daar hebben we heel veel vraag naar op het ogenblik. Ja, en de schildpad is ook weer helemaal terug, hè? En wat dan nog meer? Nou, uitheemse vogels. Onbeschadigd vervoerd, mevrouw. Zindelijke vogels met garantiecertificaat. Ja, ja. We hebben ook hele aanhankelijke leguanen. Maar ja, die komen wel een beetje scherp aan de prijs, moet ik u zeggen. Maar ja, mevrouw, daar heb u dan ook iets moois voor. Iets aparts. En mevrouw, oh, de leguaan is zo aanhankelijk, hè? En ze gaan zo lang mee. Nou, dat is een hele hoop wat u daar allemaal opnoemt. Ja, we zijn heel goed gesorteerd, hoor, mevrouw. Maar als hij me dan niet bevalt, of het beest en ik kunnen het helemaal niet met elkaar vinden... Dan kunt u hem ten alle tijde terugbrengen, mevrouw. Maar ja, u kunt dan natuurlijk niet meer het hele bedrag van ons terugverwachten. Oh. Nee, daar kunnen we natuurlijk niet aan beginnen. Maar ik kan hem dan misschien wel klaarmaken. Wat bedoelt u, mevrouw? Bakken of braden of stoven? Ja, mevrouw,
worden. Ik moet hem daar natuurlijk wel eerst even slachten en villen. Nou, dat lijkt me toch wel erg zonde van deze dieren. Ja, die zijn er niet voor gemaakt om op te eten. Ach, meneer, met een uitje erbij smaakt alles. Nou, maar dit zijn beesten die een hoogwaardige sociale functie kunnen bewerkstelligen. Het is toch doodzonde om die te gaan eten? Of met een gebakken aardappel erbij, dat is ook altijd lekker. Nou, mevrouw, dit wil ik ethisch niet voor mijn rekening nemen. Flink peper en zout natuurlijk. Lekker lang laten sudderen op het oliestel. En daarbij, ik kan u niet verzekeren of deze dieren überhaupt wel eetbaar zijn. Ach meneer, ik heb zoveel soorten vlees gegeten in mijn leven. Paardenvlees, hondenvlees, kattenvlees. Ja, ja, nou ik ga maar weer eens verder hoor, mevrouw. Kanarievlees, mensenvlees, dat is heel lekker, wist u dat? Mensenvlees, dat heb ik ook gegeten. Goedemiddag, mevrouw. Wilt u niet een lekker kopje koffie? Nou, nee mevrouw, ik heb nog meer te doen hoor. U lijkt me anders ook een heel best gezelschapsdier. Ja. Goedemiddag. In het kader van 1994, het jaar van de glaskunst, zijn wij hier op het ogenblik in het atelier van Meta Droog. Meta Droog maakt ruimtelijk werk en ze heeft jaren met hout, steen en brons en dergelijke gewerkt. En ze is de laatste tijd vooral bezig met glas. Het zijn brokken glas van verschillende diktes en maten. En die zijn aan elkaar gelijmd, als het ware, tot wonderlijke vormen. Ik ga zo wat vragen stellen aan Meta over de werk, maar ze is nog even hiernaast bezig, dus kan ik in mijn eentje vast naar al die prachtige glassculpturen kijken. Ach, 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 wat kan glas toch vreselijk mooi zijn. Vooral door zijn doorzichtigheid, hè. Het licht speelt er zo mooi doorheen door glas. Ik zie hier een soort vogel, is het geloof ik. Prachtig! Een vogel van glas is heel mooi. Oh, dom van me zeg. Nou ja, het was maar een heel klein glazen vogeltje. Och, dit is mooi. Een naakt van glas. Oh, wat kan glas toch vreselijk mooi zijn. Ik vind glas trouwens altijd prachtig. Dat heb ik eigenlijk gewoon al bij een melkfles of een bierglas. Oh, nou stoot ik weer ergens tegenaan. En ik weet echt niet meer wat het was wat ik nou omgegooid heb. Maar dat heb je natuurlijk gauw, hè, met glas. Dat het stuk valt. Kijk nou. Oh, weer een vogel. Een hele grote. Een hele grote vogel. Een glazen gruttel. Ach, wat beeldig zeg. Een gruttel van glas. Och, en hier zeg. Een gigantisch grote, prachtige mobiele van gekleurd glas. Eens even kijken hoor. Hé, wat vervelend. Nou, eens even verder kijken wat er allemaal nog meer staat. Wat is dat nou? Moois. Godverdomme, wat krijgen we nou? Zeg, ach, daar heb je Meta. Ik heb de hele handel kapot te gooien. Hi Meta, zeg, ik wil je vragen. Stomme teef, rund, moet je nou eens kijken. Oh, sorry Meta, sorry. Sorry Meta, maar het blijft natuurlijk breekbaar materiaal, hè, dat glas.
Zeg, Jan Kees? Jan Kees, luister eens even. Zeg, luister nou eens even naar je moeder. Ja. Ik ben op het ogenblik zoveel dingen kwijt. Weet jij niet waar ze zijn? Ja, maar wat dan, moeder? Nou, ten eerste ben ik mijn paardrijbroek kwijt. En dan ook nog die prachtige collegesjaal. Nee, die heb ik niet gezien. Echt niet? Ja, die rijbroek wel. Daar heb ik gisteren in gereden. Maar die is totaal naar de kloten. Die heb ik weggeflikkerd. Ik ben enorm gevallen gisteren. Nou, en dan minstens de helft van mijn bijou is ook verdwenen. Kan ik nergens meer vinden. Heel veel goud en mijn parels en wat edelsmeedwerk. Weet jij waar dat is? Nee, weet ik niet. Echt niet? Denk eens goed na. Ja, wacht even hoor. Die parels die heb ik aan Petra gegeven. Nou ja, als het dan maar wat wordt met dat meisje. Ja, maar ik heb het net uitgemaakt gisteren. Maar Jan Kees, hoe lang was je met haar dan? 2 dagen. Dat kan toch niet? Volgens mij pak je dat volkomen verkeerd aan. Maar ik weet het goed gemaakt als mama jou nou eens wat voorlichting geeft, hè? Dat ik je het een en ander ga vertellen hoe jij met vrouwen om zou kunnen gaan. Nou, laat maar zitten. Is dat geen verdomd goed idee? En dan kan jij wat leren van mijn ervaringen. Gadverdamme, moeder, nee. Oh. En trouwens, heb jij mijn brasblazer ergens gezien? Want die kan ik nou weer nergens vinden. Oh, die blazer die zo kapot was? Ja, hey, die is kapot, want dat hoort zo, hè, bij een brasblazer. Oh, nou, die heb ik gisteren heerlijk voor je gewassen. Oh, nee, hè? Ik heb alles gerepareerd. Oh, moeder, fuck, man. Lekker de knopen aangezet, de voering die hing er helemaal uit. Jezus, maar je gaat toch geen brasblazer wassen? Nou, is heel erg opgeknapt, hoor. Ja, maar het is toch geen gezicht? Je gaat geen brasblazer opknappen. Die moet zo blijven. Wat moet ik nou aan vanavond als ik ga zuipen? Ga je dan met een meisje zuipen? Nee, moeder, met mijn dispuut natuurlijk. Ik heb helemaal geen zin in een vriendin. Maar dat is toch heel ongezond? Waarom wil je dan geen meisje? Ik heb op dit moment gewoon geen behoefte aan vreemde handen aan mijn puddingbugs. Hè? Huh? Maar dan moet je ze ook niet aan de bugs van je vader laten zitten. Ja, dag, moeder. Dag, meneer. Goedemiddag, mevrouw. Ik was besteld. Ja, kom binnen. Veegt u wel even uw voeten? Nou, natuurlijk doe ik dat. Dat doe ik thuis ook. Dus waarom hier niet, hè? Ach, als u het niet erg vindt, liever niet op die crapaud. Die is net gerestaureerd. Oh, waar mag ik dan gaan zitten? Op die houten stoel daar. Wil u koffie? Nou, dan zeg ik geen nee op, mevrouw. Dubbel suiker, alstublieft. Het is geen fijn weer, hè? Nee. Op het ogenblik helemaal niet, nee. U bent zeker met de brommer? Nou, nee, mevrouw, met de wagen, hoor. Ik heb net een nieuwe. Zo'n Japannertje? Nee, Mercedes. Turbo diesel, injection, sportvelgen. Ja. Ach, vindt u het heel erg, maar ik heb liever niet dat u rookt hier. Nou, dan maken we hem toch gewoon weer even uit, hè? Nou, ik zal eens even een plaatje opzetten. Mozart, dat kent u misschien niet, hè? Kent u dat? Nee, hè? Ja, dat ken ik wel, maar dat heb ik alweer veel te veel gehoord de laatste tijd, dus... Oh, zeg, en heeft u een leuk woninkje? Hoe woont u? Lekker knus, zeker? Nou, ik heb een hele knappe woning, al zeg ik het zelf. Groot appartement. Nou, dan kan dit wel 3 keer uit, denk ik. Als het niet meer is. Ja. Kijk eens aan. Hey, kijk nou. Dat lijkt wel een Breitner. Wat geinig. Is dit een Breitner? Ja, dat is een Breitner, maar dat kan u beter niet aanzitten, hoor. Dat is niet goed voor een schilderij. Dat moet je nooit doen aan een schilderij, zitten met je vingers. Nou, dan mag u wel eens even met een stofdoek langs. Ik ken de signatuur niet eens lezen. Het is trouwens flink veel geld waard. Het is een Breitner. Dat is toch gauw, wat zou ik zeggen? Milietje of 80? Zeg, meneer, zullen we dan maar eens, hè? Richting slaapkamer? Oh, ja. Nee. Wat zegt u? Mevrouw, ik zie er vanaf. Wat zegt u me daar? Wat ongezellig. Ik betaal u toch? Ja, maar dan nog. Het geheel staat me niet aan. Dus ik stap hem weer eens op. Prettige voortzetting. Wat een koude kak, zeg. Wat denkt zo'n vent wel niet? Dag, mevrouw. Oh, dag, meneer. Ik zag het niet meteen. Ik had u ook helemaal niet verwacht in dit bos. Ik zit hier heel graag. Het is heerlijk hier. Maar u bent toch niet zo'n buitenluchttype? Nee, want u heeft ook zo'n vale huid. Nou, gelukkig heb ik niet zoveel couperoos als u, mevrouw. Zeg, maar het is heerlijk weer, hè? Ja. Ik hoor geloof ik de buizerd. Is dat niet de buizerd? Nee, mevrouw. Dat is de boomvalk. Oh.
de boomvalk. Zeg, heeft u nou een bochel of is dat uw jas? Nee, dat is een bochel hoor. Zacht weer, hè, voor de tijd van het jaar. Ja, heerlijk. Zeg, is dat geen houtduif? Nee hoor, helemaal niet. Dat is een holenduif. Oh, een holenduif, ja. Zeg, en loopt u nog steeds bij de internist? Nee. Dan zag ik u toch vorig jaar? Ja, dat klopt. En hebben ze er toen nog in gesneden? Nee. Oh, nou, bij mij hebben ze alles van onderen weggehaald. Kijk eens aan, opgeruimd staat netjes, hè? Tja. Ja, het is echt lente. Dat is volgens mij een sperwer. Ja, dat is toch een sperwer. Ja, typisch het geluid van een sperwer. Dat is absoluut geen sperwer, mevrouw. En als u geen verstand van vogels heeft, dan kunt u beter uw mond houden, hoor. Wilt u een pepermuntje? Graag. Alsjeblieft. Oh, nee, zeg, daar heeft u vast op gezeten. Dat hoef ik echt niet. Hou maar lekker voor uzelf, hoor, meneer. Ach, met uw gebit zou dat eigenlijk ook een hele klus zijn, hè? Ach. Dat zo'n paar stompjes nog zo'n enorme lucht kunnen verspreiden, hè? Ja, heerlijk, hè, dat weer. Ja, het is zalig. Zo even rustig zitten. Heerlijk. Het Koninkrijk der Kunsten. Jan Bogaert en ik ben al 25 jaar werkzaam als kunstschilder. Ja, ik schilder voornamelijk naar model, vrouwen, dus nooit mannen. Naakte mannen schilderen, daar vind ik niks. Gewoon vrouwen, weven, lekker weven. Dat is toch lekker? Een lekker wijf, een lekker naakt wijf, met een lekkere kont. En zo'n lekkere stevige kont. En een paar lekkere tieten, een flink bos hout voor de deur. Stevig, vol, mooie dikke bruine tepels met een flinke vlezige tepelhof. Lekker. En een paar stevige benen, stevig, met kuiten, flinke kuiten. En dan nog een beetje een buikje erbij, dat is lekker. Dat er lekker wat vlees aan zit, niet van dat magere en zo'n geraamte. Nee, dat vind ik niks, dan heb je geen houvast. Lekker vlezig naakt wijf. En dat gaat er wel in hoor, dat willen ze wel hebben al jarenlang, dat kopen de mensen graag. Ja, nou wie koopt dat? Ja, geen huisgezinnetje, nee, dat zijn de kenners, de liefhebbers, die er ook van houden. Die kopen het, hè? De jongens met smaak. Met smaak voor kunst. Want dat is pas kunst, een mooi geschilderd nakend wijf. Dat is kunst, dat is nou kunst en anders niet. Lekker. Dag, meneer Rossi. Dag, mevrouw Dodeman. Ik kom even de sleutel terugbrengen en mijn geld halen. Ik heb uw huis schoongemaakt. Ja, mevrouw Dodeman, ik heb het gezien. Nou, dat is toch wel heerlijk, hè, dat het zo opgefrist is, nietwaar? Ja, mevrouw Dodeman. Dat is toch heerlijk, meneer Rossi, of niet soms? Mevrouw Dodeman. Ja, meneer Rossi. U heeft mijn huis schoongemaakt en alles is nog even vuil.
Hoe komt u daar nou weer bij, meneer Rossi? Het is nog nooit zo schoon geweest. Mevrouw Dodeman, hier aan mijn vinger zit vuil. En dat heb ik van mijn eigen trapleuning afgehaald. Dat heeft u er dus laten zitten. Ja, maar meneer Rossi, al dat vuil van u, dat krijg je er niet in één keer af. Daar heb je veel meer tijd voor nodig. Dat zit aangekoekt en dat moet je gaan losbikken. En dat is natuurlijk een geheel ander verhaal. Ja, en verder hebt u 3 glazen gebruikt. Ja, meneer Rossi, die stonden in de weg. 3 prachtige glazen. Ach, het waren hele goedkope glazen, meneer Rossi. Prachtige glazen uit Murano. Ach, zulke glazen, dat drink ik niet eens meer uit dat type. Dat vind ik zo armoeiend. Het is vetro di Murano, Muranese glas. Ja, dat is gek, hè? Dat is altijd allemaal goedkoop spul wat je uit Italië haalt. Het breekt al als je ernaar kijkt. Antieke glazen! Ja, zeg dat wel, meneer Rossi. Ouderwets tot en met. Wees blij dat ze stuk zijn. Dan kunnen we eindelijk eens een paar nieuwe kopen. En mijn nieuwe prachtige Biratti, roestvrij stalige gaatsfornuis. Mevrouw Dodeman. Oh, dat vieze ding, zeg. Daar bent u met een harde pannenspon op gaan krassen. Oh, dat gore ding, dat was ook zo aangekoekt. Heb ik allemaal losgekregen in één keer. Het is tot dan verruineerd om te huilen. Ja, ga een potje janken, zeg. Hou op, alsjeblieft. En hier, mijn bureau. Hier. Oh ja, al die papiertjes. Ik had u gevraagd om daarvan af te blijven. Daar heb ik ook helemaal niet aan gezeten, meneer Rossi. Maar alles ligt door elkaar. Ik kan niets meer terugvinden. Oh, dat komt. Ik heb het even lekker gelucht. Het was nodig, hoor. Even de ramen tegen elkaar opengezet vanwege de knoflooklucht. En toen woei je gelijk al die papiertjes weg. Maar ik heb alles weer bij elkaar geraapt. Oh. Wees blij dat ik nog net op tijd het raam heb dichtgedaan. Anders was alles weggewaaid. Weggewaaid? Ja, wat het raam uitvloog, ja, dat ben ik niet gaan zoeken. Dus een deel moet hier ergens in de buurt rondwaaien. Mevrouw Dodeman. Ach, meneer Rossi, wat maakt het uit? Het ruimt toch lekker op, die rommel. Rommel? Mevrouw Dodeman, dat waren fantastische composities. Compositie was mijn muziek. Mijn muziek! Nou ja, composities ook goed. Maar ja, kunnen we daar nu even afrekenen, meneer Rossi? Wacht even, mevrouw Dodeman, wacht even. Niet meer op je bekeren. Niet meer op je bekeren. Niet meer op je bekeren. En je moet weer naar moezeren. Mijn muziek, mijn compositie voor het raam. En we hebben ook een apparaat in de Berlijn. Dat is dan 60 piek, meneer Rossi. Dopie, dat is nou 3e klas deze week. Ja, hij moet nou toch eens weten wat hij wel en niet mag. Hij luistert niet, hij luistert gewoon niet. Hij moet luisteren. Dopie? 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 Dopie, kom hier. Dopie? Dopie? Dop. Dopie? Dopie? Je moet hem een opdracht geven. Niet alleen maar zomaar roepen. Poot. Dopie, geef eens een poot. Geef eens een poot. Geef poot. Poot, Dopie. Poot. Hij, geef poot. Nee, hij moet weten welke poot. Rechterpoot of linkerpoot? Nou, dat maakt toch niet uit. Rechterpoot, Dopie. Rechterpoot. Nee, linkerpoot. Linkerpoot. Rechts heb je die wond. Linkerpoot. Geef linkerpoot. Geef dan. Geef dan, Dopie. Nou, dat lukt ook niet. Dan moet je me iets anders vragen. Nou, wat dan? Lig, Dopie. Lig. Lig. Nee, dat kan niet hier op die koude keukenvloer liggen. Lig, Dopie. Lig. In zijn mand mag je liggen. Dat is lekker warm. Dat wil hij wel. Mand, Dopie. Mand? 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 Mand, Dopie. Mand? Mand? Of op zijn dekentje, op zijn dekentje. Deken, Dopie, deken, deken, deken. 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 Deken, Dopie. Deken. 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 Ja, hij wil niet op zijn deken, hij wil spelen, geloof ik. Maar we zijn hem toch aan het leren luisteren. Nee, dat kan ook met spelen. Apporteren. Waar is de stok? Hier, apport. Apport, Dopie. Apport. Voorzichtig nou, klein stukje gooien. Niet zo hard gooien, anders breek je de boel af. Nou, kijk, dan luistert hij wel. Dat wil hij wel. Bakstok. Bakstok. Goed zo, Dopie. En breng maar hier de stok. Hier brengen, Dopie. Ja, waar moet je hem nou brengen? Bij jou of bij mij? Nee, bij jou. Nee, niet bij het vrouwtje brengen, bij de baas brengen. Dopie. Dopie. Breng maar bij de baas. Goed zo, Dopie. Nou, gooi nou maar weer weg. Ja, baas gooit wel. Dopie. Ja, baas gooit stok. Gooit dan. Ja, gooit dan. Wacht even. Ik ga gooien. Ja, baas gooit. Baas gooit. Oh, dat was het raam. Kijk uit voor de scherven, Dopie. Dopie, Dopie, niet, nee, in het glas lopen, niet in het glas. Kijk uit, Dopie. Kijk uit, Dopie.
Zeg even met mij. Nou, hier is alles goed. Alleen Arnoud is weer vreselijk bezig met een nieuwe vriendin. Hij neemt er ook steeds mee naar huis. Het is een vrouw van 86 met heel veel geld. Dus ik hield mijn hart al vast in verband met die bejaardenmoorden, hè, van die verplegers. Ik denk hij is op een idee gekomen en hij is ook al zo gek op geld. Maar hij zegt het heeft niks met geld te maken. Toen zeg ik, maar wat moet je dan in godsnaam met zo'n oude doos? Hij zegt, het windt me gewoon enorm op. Nou, dus dat is weer het nieuwste. En hij heeft nergens anders meer tijd voor, want ik had zo'n ontzettend leuk plan voor Arnoud bedacht. Ze zoeken namelijk mensen uit de betere kringen om coffeeshops te beheren, hè? Dat het niet alleen maar in criminele handen is, vanwege de kinderen ook, hè, die daar komen. Nou, dat leek me enig, hè? Zo'n beetje suf achter zo'n bar hangen in die hashwolken. Echt iets voor Arnoud. Nou, hij gaat er totaal niet op in. Hij is alleen maar bezig met haar, hè? Met die oude doos. En mijn vorige project wou hij ook al niet aan meewerken. Zo jammer. Een opvangcentrum voor aan lager wal geraakte adel. Nou, dat leek me zo enig en zo'n prachtig doel voor Arnoud ook, hè? Nou, ook nul op request. Hoewel ik op het ogenblik wel een beetje aan het opvangen ben. Want ik heb hier een onderduiker in huis. Sinds gisteren. Nou, dat kwam zo. Ik was gisteren op bezoek bij Mies van Noord van Pannerden in Brabant. En ik loop daar bij haar thuis per ongeluk de logeerkamer in op zoek naar het toilet. Toen hoor ik een heel raar knarrend geluid. Ik zeg, Mies, wat heb je daar nou? Ze zegt, dat is Joop. Was het een varken? Die moest ook afgemaakt worden vanwege de varkenspest. En zij is gek met dat beest. Is haar huisdier eigenlijk. Dus ze had hem verstopt. Ze wou hem niet kwijt. Ik zeg, meid, dan laat je hem toch lekker bij mij onderduiken. Dus ik dat beestje gewoon ingelaaien in de rover. Ging heel makkelijk op de achterbank onder een pleed. Geen centje pijn. En nou zit hij heerlijk bij mij in de schuur. En er scharrelt een beetje in de tuin rond. Enig beest. Lief, intelligent, enthousiast. Nou, en gisteravond had ik nog een eten voor hem natuurlijk. Dus ben ik maar even wat afval gaan halen hier bij de Chinees. Kon ik meteen en passant nog even mijn medeleven betuigen met de dood van Deng, hè? Zeg maar, ik moet nu afbreken, want ik hoor gegil in de tuin. Oh, het is die oude doos van Arnoud. Die wordt achterna gezeten door mijn varken. Nou, dag! Zeg, even met mij. Nou, hier is alles goed. We zijn beide gezond. En Arnoud, ja, je weet het, hè. Ik las laatst in de krant dat volgens een of andere hoogleraar de mens van deze tijd minder zin heeft in seks. Nou, dat geldt absoluut niet voor mijn man. Bij Arnoud houdt het nooit op. Ja, niet binnenshuis, hoor. Dat is een gepasseerd station. Maar ja, in het veld, hè, op zijn jachtterrein, zal ik maar zeggen. Maar ik ben wel blij dat hij het de laatste tijd een beetje rustig houdt, hoor. Want in deze tijden van impeachment maak je je wel eens zorgen, hè. Daarom was ik ook niet echt blij met die bewakingscamera's in uitgaanscentra, hè. Want die zien natuurlijk ook andere dingen dan geweld, hè, die daglicht niet kunnen verdragen. En er zijn toch een aantal instanties waar Arnoud bijvoorbeeld voorzitter van is, die echt niet zitten te wachten op schandalen, hè? En ze vinden hem daar vaak heel beschaafd, hè? Omdat hij soms ook behoorlijk behoudend kan zijn, hè? In gesprekken over normen en waarden in deze tijd, hè? Want dat leidt dan natuurlijk de aandacht af van zijn werkelijke gedrag. Ja, eigenlijk net als Bill Clinton op het ogenblik, hè, met zijn State of the Union. En nu ook weer met die oorlog van hem tegen de tabaksindustrie. Nadat hij zelf zo'n enorme reclame heeft gemaakt voor de sigaar, met al zijn mogelijkheden. Enfin, Joop mijn varken is weer even voor een tijdje terug naar huis. Want er waren toch mensen in mijn omgeving die een beetje last van hem hadden. Hè? En daarom ben ik gisteren toch maar met hem naar Brabant gereden. Naar Mies van Noord van Pannerden. Heel gezellig theegedronken met Mies. Tijd niet gezien. En toen hadden we het er nog over dat we absoluut niet in een makkelijke tijd leven, hè? Het is toch verdomd moeilijk voor ons soort mensen? Wij worden gewoon gediscrimineerd. Hè? Als wij hier in de buurt een groot huis met z'n allen willen kopen om een project op te zetten, hè, voor een opvanghuis van aan lager wal geraakte adel, dan mag dat niet van de gemeente, omdat die daar andere mensen hadden willen opvangen. En als wij wat meer willen betalen in een ziekenhuis en dan ook wat eerder aan de beurt zijn, dat mag dan ook niet. Wij worden gewoon beperkt in ons doen en laten. En dat noem ik discriminatie van de hogere klasse, anders niks. Zeg maar, ik moet nu echt afbreken, want ik zie ineens Arnoud hier in de tuin staan in een hele rare houding met een bekende Nederlander, een vrouw. Nou, dag!
gozer, wat heb jij nou? Je kijkt zo dan. Hoe is het met je mee niet lekker? Je ziet zo grauw. Nee. Met mij is het niks. Met mijn moeder. Wat hè? Nou, dat gaat helemaal niet goed. Oh? Wat heb ze dan? Met Leni? Ja, ze hebben net gehoord dat ze nog maar... Nee, ik ben nou even in het café en ik ben over een half uur thuis. Ja, dieves, dat zou jij toch doen? Ja, een carbonade in het vriesvak. Ja, doei doei. Wat zei je? Ze hebben net gehoord dat ze nog maar 3 maanden te leven. Jezus, dieves, wat lullig ze. Wat heb ze? Een tumor. Lymfe, darm, het zit overal. En de dokter die heeft gezegd, die verwacht dat... Met Leni! Carbonade, zei ik toch? Nee, dit zijn bamieballen. Nee, sodemiet er nou op, zeg. Nee! Nou, dus zal Johnny ze wel opgevreend hebben. Ja. Oké, doei doei. Wat had ze nou, je moeder? Ach, ze hebben het eigenlijk hebben ze het overal, alle organen. Wat een klap voor de... Ja, en ze beseft het eigenlijk ook nog niet. Kloten. Ik ben er zelf ook heel erg van geschrokken. Ja, is logisch. Het is toch je moeder, hè? Tuurlijk. En ik had het ook helemaal niet verwacht, want vorige maand nog, toen zag het er allemaal nog heel goed uit. Met Leni? Nee, die bamieballen laat je liggen. Ja, je kan ook die worsten nemen. Ja, dat blik. Nee, dat is een hartstikke groot blik. Zitten er 10 in. 10 grote knakworsten. Ja, onderin. Doei doei. Wat zei je? Nou, vorige maand leek het allemaal nog heel positief. Dat zei die dokter ook. Maar ze heeft nou zo'n pijn. En ze krijgt nu ook... Met Leni? Wat? Nee, je blijft van die bamieballen af. Ja, dat afblijven. Ben je doof? Ja, afblijven. Van die bamieballen. Nou, ik kom er nou aan, meteen. En ze krijgt een hele zware morfine. Ik ben er zo kapot van. Ik moet gaan nou, want ze vreten mijn hele ijskast leeg, Daro. Doei doei. Dat kunst alleen maar in het museum te bezichtigen valt of in een deftige galerie, dan hebt u het nu mis. Want in Galerie Coffee Shop Paradise Art is nu ook echte kunst te koop. En wat voor een. Tegen contante betaling, waarbij wij ook prettige betalingsmogelijkheden bieden voor uw anonieme geld, hebben wij prachtige werken in de aanbieding van diverse gerenommeerde kunstenaars. U hart verpand aan abstract materiaal of raakt u liever voordelig in het bezit van een pittig landschapje of een huis stil leven? Alles is mogelijk bij Paradise Art. Ook portretten kunnen vervaardigd worden, eventueel bij u thuis door ervaren portretschilders. Hebben wij schilderijen die wij wegens omstandigheden voor spotprijzen wegdoen. Bijvoorbeeld door onvrijwillige wisseling van eigenaar. Altijd gegarandeerd vrolijke en felle kleuren. Of u moet iets droevigs willen. Daar kan dan altijd over gepraat worden. Met natuurlijk de daarbij behorende kostenplaatjes. Van 2 of meer schilderijen worden deze thuis bezorgd door onze charmante hostessen Nathalie en Christel. Het toplos ophangen van de kunstwerken brengt wel enige bijkomende kosten met zich mee. Ook een kunstenaar moet leven, dus goedkoop zijn wij niet. Maar daar hebt u dan ook een prachtwerk voor. U dus voor de mooiste werken. Alles vers geschilderd. Voelt u zelf maar, de verf is nog nat. Bij Galerie Coffee Shop Paradise Art. Het is een prachtig concert, hè? Bijzonder fraai. Ja, het is echt verrassend, vind ik.
Ik had het niet verwacht van die Duitse violist. Nee, het is heel goed gespeeld. Heel virtuoos, ja. Ja, bijzonder virtuoos. Dag, mevrouw van Ooyen. Hoe maakt u het? Fijn, dag. Ik vind haar een vervelende vrouw. Ja, het is een heel vervelende vrouw. Heel dom ook. En ze is bijzonder lelijk. Ze is echt volkomen oninteressant. Ik zou haar liefst een nekschot geven. Hè? Huh? Wat zeg je? Een nekschot. Ja, dat lijkt me een verdomd goed idee. Dag, meneer Van Ballengooien, ja, alles goed? Botsierlijk diep. Zeg, hij heeft een bijzonder geile vrouw, hè? Wie? Van Ballengooien. Echt? Vind ik wel. Wat vind je dan zo geil aan? Dat komt toch niet? Ja, zeker, dat komt. Ja, kijk, daar heb je ten douche van Amerongen met zijn zoon. Ach, kippenneukers. Wie? Senior? Allebei, zeg. Echte kippenneukers. Maar altijd geweest ook. Ik ken ze niet zo goed. Dag, lieve schat. Wat heb je een beeldige blouse aan. Wat een wansmaak. Dat vind ik nou echt een monsterlijk lelijk wijf. En ze stinkt ook vreselijk uit haar bek. Ja, het is inderdaad net een open riool. Nou, ik vind het meer een soort, lijkenlucht. Het is eigenlijk de lucht van een lijk in een open riool. Ja, daar komt het wel dichtbij, ja. Ja, enigszins. Oh, ik krijg spontaan braakneigingen. Ik ook, hè. Dag, mevrouw. Hoe is het met u? Alweer een beetje opgeknapt, ja? Zij is net geopereerd. Wat hebben ze bijna weggehaald? Ik weet het niet, maar ze hadden meer moeten weghalen. De hoofd bijvoorbeeld. Ja, dat in ieder geval, zeg. Zij heeft dat huis in de tijd voor ons weggekocht. Was zij dan? Ja, ik heb nog achter haar gestaan op het toilet. En ik wilde er wurgen, maar er kwam net iemand binnen. Oh, dat is jammer. Had geen haan naar gekraaid. Waarom heb je zo geaarzeld? Ja, ik vind haar ook zo vreselijk stinken. Het idee om mijn vingers in dat vlees te zetten. Je krijgt die lucht er nooit meer af, zeg, van je handen. Met bleekwater wel, hoor. Dag, meneer Bentink. Gecondoleerd nog. Even kijken, dan zijn dit hier Fiji-eilanden, ja, en die moeten hier bij de Samoa-eilanden, ja, ja. En dan heb ik hier Kalimantan, Sulawesi, mee Borneo en Celebes, ja, hier zo, ja, ja, nee, dat ligt goed, ja. En dan doe ik daar Saba en Sint-Eustatius. En dan moet hier nog Chili. Ja, en hier, Paraguay. Goh, die zijn mooi, zeg, die hier van Paraguay. Zeg, wat loop je nou toch de hele tijd door die kamer heen en weer te banjeren? Ja, nu, wacht even hoor. China en Tibet. Hou nou toch eens op, ik word gewoon duizelig van jou. Maar zou jij heel even op willen staan? Hoezo dat dan weer? Ja, je zit namelijk op Turkije. Ik zit gewoon op mijn tweezitsbank. Nee, je zit op mijn postzegels uit Turkije. Waar kan ik dan wel zitten? Ja, eigenlijk nergens. En waarom kan ik nergens zitten? Ja, omdat ik ruimte nodig heb voor mijn postzegels. Ja, maar toch niet zoveel ruimte? Jawel. Ja, en waarom dan wel? Nou, nee, kijk, ik ben alles aan het reorganiseren. Hè? Omdat die oude groene albums, daar was het weer in gekomen. Dus ja, die moest ik allemaal leeghalen. Voordat het de postzegels ook ging aantasten. En ja, doordat ik nu die veel dikkere albums heb gekocht, kan ik beter die postzegels uit die dunne rode albums daarin stoppen. In ieder geval waar er veel van zijn. Hè. Anders zitten die dunne prop vol en die dikke half leeg. Maar daar moet ik dan eerst het overzicht hebben over alle postzegels. Anders weet ik niet meer wat in welk album moet. En wat ik dan eigenlijk aan het doen ben. Misschien kunnen we beter even een straatje omgaan totdat ik klaar ben. Wat? Een straatje omgaan, weggejaagd worden door de postzegels van mijn man. Ik word gek hier. Dagenlang ben je hier al mee bezig. Het hele huis ligt vol. Op de bank, op de piano, op de salontafel, op de eettafel, op alle bijzettafeltjes, op de stoelen, op de tv, op de stereo, op de boksen. Overal liggen die rotpostzegels. Maar waar moet ze dan liggen? Waar? Nergens. Een normale man die gaat golfen of paardrijden of squashen of pokeren met zijn vrienden in zijn vrije tijd. Maar mijn man spaart
postzegels. Dat is toch geen leven voor een vrouw? Nou. Nee, wat doe je nou? Nee. Ik blaas de boel even weg, zodat ik weer normaal kan zitten. Oh, vreselijk. Hier, alles ligt door elkaar. Hier zo, België ligt bij Mexico. Afrika ligt, hier ligt door de hele kamer verspreid. En daar buiten op straat liggen al die mooie zegels uit Kuala Lumpur. Oh god. Nou, daar zou ik er maar gauw naartoe gaan, want er reed net al een vrachtwagen overheen. Gratis. Ja. Ken jij die niet? Hoezo? Ze hadden jou niet uitgenodigd. Hè? Jij was niet op dat feest. Jazeker, ik was er wel. Ik heb je helemaal niet gezien, zeg. Nee, logisch. Hoezo? Jij was zo ver heen. Ik? Ja, jij. Weet nergens van. Had je veel op? 2 glazen champagne. Meer niet? Nee. Het was geen gezicht. Wat? Je stond op tafel. Hè? Te gillen. Nee. Je rolde over de grond. Nee. En op handen en voeten. Meen je dat nou? Je deed zelfs je broek uit. Ach, nee. Ja. Ik geneer me. Weet je dat dan niet meer? Echt niet? Het was vreselijk. Oh god, wie was erbij? Dat weet ik niet meer. Wie heeft het gezien? Van Schalkwijk, geloof ik. Nee. En van Ardenne. Wat gênant. En van Baarle-Nassau. Oh god. Grapje. Ja, ja. Zeg, ik zag jouw man nog. Oh. Ja. Waar? Op de Keukenhof. Op de Keukenhof? Mijn man? Ja. Niks voor mijn man. Liep er ook bijzonder ongeïnteresseerd bij. Was die alleen? Dat geloof ik niet. Met een man? Nee. Een vrouw? Jazeker. Hoe zag ze eruit? Oh, lang. Slank. Slanker dan jij. Veel slanker. Hoe oud? Heel jeugdig. Jong. Heel jong. Hoe jong? Nou, jij bent minstens het dubbele. Ach. Minstens. Wat deden ze? Ze liepen. Dicht bij elkaar? Ja. Waar keken ze naar? Niet naar de bloemen. Nee. Absoluut niet. Zag je ze ook nog kussen? Nee, wel andere dingen. Wat? Je weet wel. Klootzak. Hè? Nee, mijn man. Nog zo beloofd. Wat? Dat hij op zou houden. Waarmee? Dat gedoe. Hè? Met vrouwen. Hoezo? Je hebt hem toch gezien? Grapje. Ja, nou, ik ga maar weer eens door. Ik ook. Heel veel te doen. Beste. Ja, dag. Dan moeten we alleen nog even de versiering ophangen en dan zijn we klaar. Moet je nou kijken, alles staat er al. Ze zijn al geweest, dat is ook vroeg. Nou, ik ben blij. Ik denk, zulke gasten komen altijd te laat, die muzikanten. Maar hebben ze dan al gesoundcheckt? Hè? Getest, bedoel ik. Staat hij al aan? Weet ik veel. Hé, hou eens op, doe mij een lol. Hallo, doet die knop eens aan, die rode. Test. 1, 2, la la la. Why did it my way? Doe eens harder. My way. Nee, niet zo schel. Hoe dan? Doffer. Zo? Dat is te dof. My way. Hes je me nou? Ja, dat klinkt goed, hè? Nou. Ga ik vanavond ook doen. Hoezo zo? Had je niet gedacht, hè? Nee, jij durft. Zet die treble ook eens hoger. Wie ben je kwijt? Die treble-knop. Test. Nee, dat is de bas. Laat mij maar even. Jij hebt daar geen verstand van. Oh. Zeg jij even wat door die microfoon? Hallo, hallo. Hallo, hallo. Nog een keer. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ja, zo is die goed. Krijg nou allemaal de kleren. Val voor mij, perd allemaal dood. Zo. Dat ga ik dus zingen vanavond. Nee, toch? Wat? Dat kan je toch niet gaan zingen, joh? Hoezo niet? Dat is een lied voor een klein ventje. Dat kan jij als oud wijf toch niet gaan staan zingen? Wat zeg jij? Dat is nog ordinair ook. Ordinair? Ja, dat van mij heb cachet. Wat ik ga zingen. Oh ja, heb dat cachet. Weet je wat dan wel jammer is? Nee. Jij kan helemaal niet zingen?
Ik kan juist heel goed zingen. Noem je dat zingen? Dat noem ik om hulp roepen. Brullen, dat kan je de mensen niet aandoen. Denken ze dat er ergens brand is? Oh ja? Nou, als jij nog even zo doorgaat, dan kun je zo je hele stembanden uitspoegen. Want die rammelen alle kanten je keel door. Een zeehond is er niks bij, de gehuil van jou. Pardon? Als jij praat, dan moet je je zwaailichten al aanzetten. Ach, hou jij je lelijke luidspreker eens dicht, takkenwijf. Houd jij zelf je smoel afgetrokken, Thesar? Ach, ga jij toch weg, kakwijf, geparfumeerde drol. Vetzeug, zweetreed, tandeloze versnellingsbak. Vacuümgezogen zultkop. Viswijf, varkenskop. Ettenleier, pothoer. Schapenkut, grafbak. Pardon. Nou, kom op, zingen jij. Waar liefde woont, komt geen haat in huis. Waar liefde woont, wordt geluisterd naar reden. Waar liefde woont, is de afgunst nooit thuis. Waar liefde woont, is men altijd tevreden. Ja. Zeg, luister eens. Hmm? Nee, luister eens eventjes. Ik zit te lezen. Ja, ja, maar ik heb een heel leuk ideetje. Oh. Ja, een heel leuk ideetje om die saaie zondag eens even door te komen. Oh. Het is toch saai, hè, zomaar zitten. Ik zit te lezen. Ja, maar dan kunnen we toch wel iets leuks gaan doen, hoor. Nou, ik heb dit boek voorlopig nog niet uit. Nee. Maar ik ben nog wel bladzijde 3. Oh, maar... Ja, maar ik heb echt een heel leuk ideetje. Zal ik het even vertellen? Nou. Als wij saampjes nou eens een lekker uitstapje gaan maken. En wat dan? Dan gaan we met de bus naar het bos. Dan stappen we uit bij het vijverpad. Ja. Ja, en dan lopen we gezellig naar het pannenkoekenhuis. En dan eten we daar een lekkere dubbele pannenkoek met stroop. Oh, wat nee. Hé? Wat? Vind het geen leuk idee? Oh, God bewaar me. Heb je geen zin? Nee. Wat wil je dan? Ik wil niet voor de 800ste keer naar de pannenkoeken retten. Ik wil eens wel eens wat anders. Maar wat dan? En de pannenkoeken eten is toch leuk? Ja, wat wil jij dan? India's eten in de stad bijvoorbeeld. Oh. Ja, maar dat is zo buitenlands. En ja, daar blijf ik niet zo graag. Dat vind ik een beetje eng. Daar kan je dan toch eens overheen zetten dan? Ja, maar ik krijg er ook die winderigheid van, hè, van dat soort eten. Hè. Ook omdat ik die spastische darmen heb natuurlijk. Daar kan je zo weinig mee hebben. Hè. En ja, met dat buitenlands eten dan lok je dat uit, hè, daar je de last van krijgt. Ik word gek van jou. Nooit eens een keertje echt uit naar een casino of naar een luxe concert of een Japanse of een Indiaanse eetgelegenheid. Omdat mijn man darmproblemen heeft. Dat is toch vreselijk voor een vrouw? Oh. Oh, sorry. Ja, dat komt van de zenuwen. Bah. Zullen we dan misschien een pizza gaan eten? He, dat kan ik misschien dan nou wel eens proberen. Nee, spaar me. Zet het raam maar eerst eens open. Dan kan ik tenminste op een frisse manier mijn boek uitlezen. Nou, dan ga ik misschien maar in mijn eentje gezellig met de bus naar het bos. Zeg Henk, luister eens. Ik kwam vandaag langs de dierenwinkel. En toen heb ik weer heel erg lang staan kijken. Het zag er allemaal zo leuk uit, hè? En toen dacht ik, wat zou het gezellig zijn. Ze hebben zo weinig nodig. En ze zijn niet groot. En ze maken zo'n mooi geluid, Henk.
En toen dacht ik, zou het niet een heel gezellig idee zijn om zo'n beestje in huis te nemen? Hé? Een vogel, als we nou eens een vogel nemen. Een vogel? Ja, we kunnen er samen één uitzoeken. Je hebt ze in allerlei soorten en kleuren. Hey, ben je helemaal gek geworden? Een vogel? Ja, een vogeltje. Ik heb er zo'n zin in. En waar moet zo'n beest dan blijven? Oh, ze hoeven maar in een heel klein kootje, hoor. Dat neemt helemaal haast geen plaats in. Maar zo'n beest poept. En dat gepiep. Wat moeten wij in godsnaam met een vogel? Nou, ik bedoelde niks mee. Maar aan jou heb ik vaak zo weinig gezelligheid. En zo'n beestje, daar heb je dus heel veel gezelligheid aan. Hè, dat maakt af en toe eens wat geluid. En jij maakt soms een hele dag geen geluid. Geen geluid? Wat wil je dan? Dat ik de hele dag hier van ching boom, ching boom, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, ching boom. Wil je dat soms? Nee, ach, nou ja, dan maar niet. Ik had het zo enig gevonden. Zo'n lief klein vogeltje. Wat jammer. Ik had me er zo op verheugd. Nou, neem dan maar zo'n vogel. Oh, wat lief van je. Als die zijn bek maar houdt. Dus veel doek over de kooi. Of anders die snavel dichtbinden als het erg wordt. Ja, 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 dat zal ik doen. Oh, wat enig. Het lijkt me zo enig. Dan kan hij ook af en toe even het kootje uit. En dan laat ik hem lekker een beetje in de kamer rondvliegen. Wat zeg je? Ze vinden het heerlijk als ze af en toe even los mogen vliegen. Oh, nee. Oh, nee. Hou maar op. Maar... Hij komt er niet in. Oh, maar je krijgt er makkelijk weer zo'n kootje in, hoor. Dat doet hij uit zichzelf, zei die man van de dierenwinkel. Ik wil het niet. Wat? Die vogel hier in huis. Hè? Dan vliegt zo'n smerig beest hier maar los in door de kamer. En dan gaat hij met zijn snavel in het behang. En dan schijt hij op je kop. Ach, dat doen ze nee, niet. Nee, ik wil rust. Geen herrie en geen gevliegen door de kamer. We zijn hier niet in het oerwoud. Als jij een vogel wil horen, dan ga je maar naar buiten. Of naar Artis. Daar stikt het van de vogels. Laat jij hem er op je kop schijten. Ik niet. Oh. Hoe was het bij je zuster nou? Oh, wel gezellig. Ja, ja. Ja, hij is een aardige man. Die kinderen zijn lief, maar... Het viel me wel tegen, hoor. Oh ja? Nou, ik ben blij dat ik weer thuis ben. Hoe die mensen zo kunnen leven. Vertel. Nou, kom ik eraan, staat hij zijn auto te wassen. Doet hij dat zelf? Ja. En met de hand ook nog. Geen hoge drugsbaan? Niks, nada. Gaat verdedden. In die woning, beetje knap? Lekkere badkamer, jacuzzi? Nee, gewoon stilstaand water. Meer niet. In de keuken? Oh, een gasfornuis. Geen keramische gloeiplaat of niks, zo? Niks, nada. Het was wel lekker weer. We hebben buiten gebarbecued. Oh, lekker. Nou, wel nee, vreselijk met houtskool. Hé, wat moeierig. Genezen gasbarbecue. Wat slamielerig. Uren gedoe met het hout. Nou, s'avonds nog even tv gekeken. Wat krijg je dan? Nou, niks. Nou, daar een paar keer zeppen, dan ben je rond. Geen schotel? Nee, hier ook geen decoder, niks. We hebben een videootje gehaald. Ja, in mijn wagen, hoor. Was die van hem kapot, dan? Nee, dat ga ik niet doen, hoor. Ik ben gewend aan mijn voorwieldrijf. Ja, maar dat heb je daar toch niet nodig? Nee, maar het is gewoon lekker te rijden. Nee, bij ons heb je die drempels, dus dan heb ik hem echt nodig, wil ik opschieten. Ja, en die kinderen van hun, hè? Die gaan zo op pad, 10 en 12. Ja, maar ze hebben toch wel een gsm'tje? De mijne kennen altijd bellen als er iets is. Die van 7 heb er ook net heen gekregen. Ja, die kinderen van hun, die moeten de deur wel uit, want ze hebben niks. Ze hebben geen cd-rommetje, geen playstation, geen mountainbike, helemaal niks. Wat zielig. Zeg, ze zijn al lang bij elkaar, hè, jouw zussen en de man? Ja, een eeuwigheid. Maar ze kunnen nog steeds van elkaar afblijven. Met een opgave als je je zo moet behelpen met je spullen thuis. Ik zou er chagrijnig van worden. Ja, dat zie ik wel. Nou, ik moet elke maand voor mijn man een nieuw ding, hoor. Een meubel, een apparaat, maakt me geen moer uit wat het is als het maar nieuw is. Ja, oh, ik ook. Ook al sta ik nog zo rood. Anders ben ik niet te harde. En dat vind je maar niet leuk, dus die geeft je wat. Ja, en dat is hem geraaien ook, want anders blijft de doos wel gesloten. Tel uit je winst, Matt. MUZIEK
Vond jij het niet vreemd? Wat is vreemd? Dat zij dat nou zei net. Wat zei zij dan net? Zij zei net wat wij verwacht hadden. Wat hadden wij dan verwacht? Dat ze dat nu zou gaan zeggen, wat jij en ik al steeds tegen elkaar gezegd hebben. Wat hebben jij en ik dan steeds tegen elkaar gezegd? Dat ze wat ze zei, wat ze dus niet wilde zeggen, uiteindelijk toch zou gaan zeggen. Wat wilde ze dan niet zeggen? Wat ze nou dus net wel gezegd heeft. Maar wat heeft ze dan eigenlijk helemaal gezegd? Wat ze dus niet wilde zeggen, wat ze zei dat ze niet wilde zeggen. Maar dat zei ze toch ook niet echt? Ze deed alsof ze het niet zei, maar ze zei het wel. Maar waarom zei jij daar dan niks van? Wat had ik dan moeten zeggen? Over wat zij zei. Maar wat moest ik er dan nog over zeggen? Ze had het nu toch al gezegd. Ja, maar je had toch best even kunnen zeggen. Nu zeg je wel wat je eigenlijk niet had willen zeggen. Ach, als ik er wat van ga zeggen, dan had jij het nog beter kunnen zeggen. Waarom had ik dat nou moeten zeggen? Omdat als jij iets zegt, is het heel anders dan dat ik het zeg. Maakt heel veel uit hoe je iets zegt. Nou, dan zeg ik er de volgende keer nog wel iets over. Maar hoe ga je dat dan zeggen? Ik kan zeggen, nou zei je toch. Of, wat jammer dat je dat zei. Of, ach, ik zeg wel wat, ik zie wel wat ik zeg. Ja, maar zeg dan niet dat ik heb gezegd dat jij dat moest zeggen. Nee, dat zeg ik niet. Ja, dat zeg je nu. Ja, Jezus, dan zeg ik het toch niet? Even zo goed nog, hè? Het staat er allemaal hartstikke mooi bij. Ik vind het ook erg geschikt voor een personeelspeur, toch, we boffen. Zeg, hier kan wel weer eens een pijl, hè? Hier zo schuin. Ja, anders wordt het te moeilijk. En hier weer een opdracht ook. Klimt allen in deze boom. Ik zie meneer Meijer al gaan, die komt niet verder dan deze tak. Ja. En Teus Beentjes blijft meteen klem zitten. Ja, nou, en dan krijgen ze hier wat te drinken. Ja, koffie met een donut. En dan bij die vijver weer wat gebruiken. Dan komen we daar met koelboxen met frisdranken. En een borreltje erbij. Nee, joh, dat moet je niet doen. Hoezo niet? Want niet gaan borrelen in een bos. Waarom niet? Een borrel in het bos, dat kan toch wel? Nee, je gaat mensen niet laten borrelen in de natuur. Dan worden ze uitgelaten, gaan ze takken afbreken, maken ze alles kapot. Nee joh, dat moet je niet doen. Nou, dan niet. Doen we alleen frisdranken, jij, je zin. Nou, wat moeten ze doen bij die vijver? Raap een eikel op en werp deze in de vijver. Nou, wat heb dat nou voor zin? Een eikel in een vijver gooien. Dat is toch leuk? Dan sta je daar met z'n allen en dan zie je al die eikels vliegen en plonzen. Nou, erg leuk. Fantastisch. Nee, daar stel ik me een heleboel van voor. Nou goed, dan verzin ik wel wat anders. Ga hier tussen de bomen staan en jodel wat. Hè? Jodel wat? Ja, de jodelahoedie, de jodelahoedoe. Nee, dit kan je dus helemaal niet maken tegenover de natuur. Hoezo niet? Nee, dan breng je de hele vogelwereld in de war. Die vogels worden gek, dat kan je toch niet doen? Nee, als je het nou over de natuur hebt... Ach, wat weet jij nou van de natuur? Je kan niet eens een kamerplant verzorgen. Ik niet? Nee, dat ken jij niet. Ach, mens, het kwam omdat ik ziek was en het was heel warm toen... en jij was te beroerd om even water te geven. En jij hebt toch zelf nooit wat aan het aquarium gedaan op kantoor? Ik ben allergisch voor vissen. Ja, ja, nou, het is eerder andersom. Je hebt ze laten kreperen, die arme beesten, takkenwijf. Hou nou toch eens op, spatlap, vuile stront, hoor. En ga weg, jij trekzeug, zeikstraal. Kut op wielen, pleurenzwijf. WC-eend, stronthoer, reptiel. Nou, oké, dan gaan we wel jodelen. Jodela hidi, jodela hoedu. Yodala hee hee, yodala hoo doo, yodala hee hee, yodala hoo hoo, yodala hee hee.